Wat? Probeer het niet. Ligt niet. Jeremiah. Nee! Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat jullie kijken. Ik heb net gedoucht, dus ik ga even mijn haar straks doen. En daarna ga ik proberen om krasloten te kopen. Want ja, ik dacht, leuk idee. We gaan gewoon een video maken over dat we krasloten gaan openkrassen. En dan kijken of we gewonnen hebben. Dus dat is misschien wel leuk. Dus Schuber heeft dat een keer gedaan. Ik kijk heel even hoe laat het is. Het is bijna 12 uur, dus ja, dan weten jullie dat een beetje. Nou oké, je komt dus binnen in mijn kamer. Heb je hier een bureau. En het is echt een rommel. Ik maak er altijd wel weer een puinhoop van. Nou ja, in ieder geval, ja, hier een stoel. En dat van alles, ja. Ja, dat is een beetje mijn kamer. Dit is de kast. Hier zitten allemaal kleren in. Voor de mensen die een beetje benieuwd zijn. Ja. Wat? Hangt hier zo'n pak? Wow, en hier nog allemaal kleding. Maar ja, oké. Ik heb deze een keer gekocht. Die vond ik wel super lekker. Zeg maar Playboy en of VIP. En welke nog meer? Deze van DAF Men Care. Het is geen reclame trouwens. Maar ja, die vond ik ook wel lekker. Ja. Dus mensen, ik ga even mijn haar in de gel doen. En dan ga ik daarna krasloten proberen te kopen. Wow, en dan staan jullie gelijk in de badkamer. Wat geweldig mensen. Even kijken, dat is deze. Oh, het is opeens heel erg... Zo, ik heb net gedoucht, vandaar dus al die... Maar weet je dat? Ben ik scherp? Scherp stellen alsjeblieft, kom op. Alright mensen, haren zijn gedaan. Dat is, ja, ik kan het wel even laten zien. Ja toch, dat is mijn haar. En nu ga ik dus proberen die krasloten te kopen. Ik ga naar de Primera denk ik. En dan niet in Berkel, maar Bergse Noek. En dan ga ik kijken hoe duur ze zijn. En ja, gewoon even kijken. Dus... laten we dat gewoon doen. Voor een video die er dus... Als deze video online is, dan zeg maar de video... De week daarop, zeg maar. Ik wou video daarop zeggen. Maar dat is ook een soort van wat ik wou vertellen. Maar ja, jullie snappen het. Oké, mensen. Ik ben nu in de garage. Dat is bij de Albert Heijn. En dat is zeg maar niet de eerste verdieping. Daar stond ik eerst. Maar het is zeg maar nog een verdieping naar beneden met de roltrap. Maar ik ben samen met Martijn. Yo, Pakkaji. Pakkaji. En ik ben samen met Bas. Bas Jukema. Pakkaji. Yo man. Yo man, hoe gaat ie? Ja, lekker. Ay, lekker man. De chillings zeg maar niet zo dood is. De chillings is niet zo dood. Ja, precies. Vertel het even nog één keer. Ja, de muziek moet uit van Arthur. Echt? Dus het klinkt echt heel dood. Ja, het klinkt heel dood, maar dat is gewoon voor de video, snap je? Oké, maar ik ga straks die krasloten kopen, heb ik al gezegd trouwens in de vlog. Maar jij moet me even helpen waar ik dat moet gaan kopen. Dus die video die komt, als deze video online staat, komt die de volgende week zeg maar, komt die video. Dus check het even allemaal. En dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ik doe wel even ook linkje in de beschrijving. Even professioneel, snap je? Linkje in de beschrijving. Nee, weet ik. Maar we gaan het gewoon proberen. Oké, ja toch? Ik heb nog nooit een linkje in de beschrijving. Nee, dat weet ik. Maar ik ga het gewoon proberen. Martijn, ik kan het wel. Weet je, wat nou als jij mij appt als ik edit van doe even dat linkje in de beschrijving. Ik weet niet wanneer je aan het editen bent. Morgen ga ik deze editen. Hoe laat? Dat is geen idee. Oké. Maar ik ga hem wel morgen editen, dus... Oké, maar mensen, dan ga ik. Zou ik ook filmen als ik in die winkel zit? Ook wel vat. Nee. Nee? Het is ziek gaar, broer. Oh. Oké, ja, toch. Ik zie jullie zo weer. Jeremy komt ook. En nog een paar anderen. Dus ik film weer als zij een beetje er zijn. Want dan wordt het allemaal wat levendiger. Dus ik zie jullie zo weer. Later. Later. Hoorde waar het is geslapen. Hoorde. Jeremy is in the house. Fuck it, joh. Box. Aight. Wat een verrotte box. Wat dan van? Ja. Stop eens even. Nu komt die bewaker sowieso. Ja. Die bewaker gaat sowieso komen nu. Dat is gewoon niet normaal. Dan komt hij zo van, yo, fuck, wat ben je aan het doen, Bas? En dan weet toch alles van, huh? Waarom ken je zijn naam? We gaan hem allemaal aanklagen voor het stalken. Van Bas? Ja. Ja. En we gaan gewoon het geld pakken en niks aan Bas geven. Nee hoor, Bas. Ja, dat klopt wel een beetje. Nee. Dat verhaal was wel een beetje. Dat nou? Ja. Heeft toch alleen Bas er iets aan? Dat is waar, want ik krijg echt geld. Wij hebben toch helemaal geen geld? Nee. Yo mensen, ik ben nu bij Bergse Noek dorp. Hey, zet even je muziek uit. Snel. Even dit filmen, dit is leuk.
Bijna hadden we een shot. Bijna hadden we een shot dat Bas gewoon op zijn mel ging. Jammer. Ja, helaas niet helemaal. Jammer. Kut Bas. Bas, gaan we het even overnieuw filmen? Dus. Nee. Nee, gaan we dat niet doen, Bas? De retake. Oh, wat jammer. Retake, juist. Juist. Hoddy, hoddy. Dit wordt sensatie. Dit wordt echt een sensatie. Hoe? Nog één keer. Nog één keer. Maar deen, maar deen. En dan. Nee, we gaan niet buiten staan. Nee. Maar ik ga wel even. Maar is nog. Wat? Even een dingetje, ik heb hier een rood streepje. Jij bent een rood streepje. Ik zie je niet in de camera. Oh, gelukkig. Maar als jullie dat zien, dat komt door de pet, zeg maar. Dus vandaar. Ja, maar Lucas. Ik zie iedereen, zeg. Pak het, G. Hoe gaat ie? Pak het, G. Hoe gaat ie, G? Hij moet het allemaal even nadoen, hoor. Hoe gaat ie? Hoe gaat ie? Nu is het klaar, Arthur. Nu is het klaar. Oké, okay, ja toch. Bas wil altijd shine pakken, hè? No. Bas. Bas wil altijd shine pakken. Bas stopt altijd en dan gaat hij altijd shine pakken op de YouTube. Nou, we gaan nu gaan we naar de plus. Jij, wil jij even vallen voor de views? Oh. Wil jij even vallen voor de views? Wat? Wil jij even vallen voor de views? Nee? Ja. Nee. Nee. Waarom wil niemand vallen voor de views? Daar staan we dan. Waar zijn de anderen? Waarschijnlijk in de plus. In de plus nog aan het wachten. Tot jij eindelijk gaat betalen. Ik heb al betaald. Ja, precies. Jeremy. Ik heet Jeremy! Jij heet toch Jeremy? Stop! Doe eens even normaal! Ik heet Jeremy! Oké, mensen, we zijn een beetje bij de roltrap aan het chillen. Hoe we dat doen. En het idee is dus dat. Ja, ik heb al een tijdje autofocus. En dat vind ik helemaal zwaar kloten. Maar ja, ik moet er maar een beetje aan wennen. Het is wel kut. Heel kloten. Jeremy! Nee, Jeremy! Kut, boy! Wat? Ja, ik heb de camera aan. Godverdomme. Jezus. Probeer het niet. Probeer het niet. Jeremy. Nee. Nou, Bas hier. Bas. Ik wil net vertellen waarom ja. Ik deze beat zo uniek vind en hem daarop wil halen. Vertel maar, Bas. Vertel maar, Bas. Hij is gewoon mooi. Dit is dat enige. Dus als jij iets mooi vindt, dan ga je het kopen. Ongeacht de prijs, die 4400 euro. Ja, gewoon 4000 euro. Ja, hij is wel mooi. Ja. Bas, dit is een elektrische. Ja, man, het is wel elektrische fiets. Maar hij is wel lauw. Ik zou hem ook wel kopen, man. Ik zeg je eerlijk. Yo mensen, vet dat jullie weer allemaal kijken. Ik heb net ontdekt dat de autofocus automatisch staat. Dus dat betekent dat hij automatisch scherp stelt. En ik heel de tijd op dat knopje drukken. Dus dat hoeft ook niet meer. Even kijken. Dan doe ik even deze open. Want ik ga nu een stage doen. Ik ga weer editen. Want ik heb een vlog gemaakt dan. Alleen ik ga even mijn haar inderdaad in de gel doen. Want ja. Zo kan ik me ook niet vertonen, man. Oh, trouwens, even voor de duidelijkheid. Nou, niet voor de duidelijkheid, maar voor de... Ja, ik had gezegd dat ik krasloot zou kopen. En dat heb ik dus gedaan. En dat moet ik even dan laten zien. Ik doe heel even deze gordijn. Zo. Gordijn is open. En trouwens, kijk eens. Hier zijn de krasloten die ik dan ga openkrassen. Ik heb er niet heel veel gedaan omdat ik toch wel zonde vind van het geld. Want je weet maar nooit. Misschien win je wat, maar misschien ook niet. Dus ja, straks heb ik niks gewonnen en heb ik gewoon geen winst, weet je. En dat is zonde, vooral als je 19 bent. En je, ja, dat is gewoon zonde. Oké, maar mensen, die video ga ik nog een keer maken. Dus die komt ook online. Geloof ik de volgende week daarop dan.
En ik ga nu naar stage toe. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En ja, dan zie ik jullie wel weer ooit later.